Ach oh god, ik was in de laatste tekstfile aan het zoeken naar Platoon. Dat is zo fucking irritant dat dat daar niet in staat, hè? Zit je constant achter Platoon te zoeken en staat dat gewoon naar links. Ja, stuur maar een invite. Yep, Kifio Leroy. legt er ook al meteen zo uit. Goed, doet mee, Leroy, ja, Dat en is. dan. Dat is een beetje een unlucky streak voor ons. Ja, inderdaad. Maar ja, cool. Ja, maar ik zeg het, ik weet niet hoe dat jij daar gespot werd. Ik weet niet of Ja, ik dat denk kan die niet. Dat kan 1390 niet. of die 416 dat hij een stukje verder op de heuvel stond. Ja, maar ik stond op een gegeven moment stond ik dichterbij als dat jij op het einde daar stond, dus. Oh ja, en ik kan nu toch niet zijn omdat ik 89% ammo skill heb op één van mijn crewleden, ik bedoel. Zou dat misschien het verschil gemaakt hebben? Ja, ik heb op een van mijn crewleden ben ik op deze moment even camo aan het trainen omdat ik dat later ga switchen voor wat is het? Voor intuition. Niet voor intuition, voor adrenaline rush. Dus. Nou, pak maar iets. Ding is dan tegen newbies. Nice. Ja, Messi. nou, dat valt als winbaar. Echt een kutdag, jongen. Die vier hier begin ISS. Ja, is goed. Pak hem wel even. Oh, Even newbies hebben al afreageren. gewonnen. Newbies hebben al gewonnen. Ja, voor mij is dat geen probleem hoor. Ik denk dat je het Newbies één. hebben al gewonnen. 3-0. That's on most damage. Wat? That's on the most Oh, damage. in die, ja. We kunnen in principe 10 doen. Zo. Wel, dat betekent dus dat onze ijs klaar is. Ja, maar dat is toch nog niet met de dingen, met de andere. Wat? Met de 45 toch nog niet. Wat? Ja, die zijn toch nog niet klaar met de Go for Old, King of Oh Old ja, wacht, ik moet 45. nou nog een ding halen. Ja. Dan moeten ze ook nog tegen elkaar spelen. Nee. Oh nee, dat hebben ze ook al gewonnen. Ja, dan zijn ze inderdaad klaar. Ja. Ah, ja, Nee, die. natuurlijk, ze moeten ook de halve finale of Derde. de, ja, derde plaats spelen, juist. Ja. Echt, wij hadden daar gewoon moeten staan tegen Baba, die hadden nou gewoon de finale gehaald. Ja, tuurlijk, maar ja. Kutbeest. Een fucking dode klem man, 33 man. Wat? Een fucking dode clan. Seth is deputy commander, lol. Je base? Oh nee, wacht. Combat officer, hij is een field commander. Ja. Was het base? Ja. Nou, dan ben ik er toch op tijd weggegaan. Haha. Ja. Sorry man. Maar welkom speelt jij eigenlijk Clan Wars in One? Jazeker. Maar hoeveel dan? Nou, niet heel veel, misschien 2 per week. Voorheen spelen ze bij dat allemaal. Ja. Oh, dan zit jij trouwens ook bij dingen. Snake Eye NL en Miss Angel in de clan. Yep. Ja. En die kwam ook bij base vandaan natuurlijk. Ja. Ja, Miss Angel, ja, ik weet niet hoe de fuck is dat een vrouw of wat? Ja. En hoe de fuck Speelt komt echt hij aan die naam? alleen Dat is maar de. Artie. Ja, Oh. dat is de vrouw van Snake. Oh, ik dacht wel dat hij iets te maken had met Dark Angel Ja, ofzo. dat dacht ik eerst ook. Niet alleen ik, maar meerdere dachten dat. Wat? Dat hij bij Dark Angel hoorde. Oh. Maar ze pushen trouwens vrij hard, vind ik. Ja. Zo, explosies. Dan heb ik dus linksom. Even kijken of daar wat aankomt beneden. 50-120 die komt. Ja, ik ga ook even mee Go doen. away.
Oh, Arty? Isu. Oh, Isu, ja. Staat hier fucking achter te campen. Isu gewoon wel flikker. Ja, hier rechts staan T69. Pissen hier schieten. Ik ben nog niet gespot. Ah. Oh, en ik bounce op die 1520. Oh. Kijk uit, WZ die komt naar ons terugtrekken. In je zijkant, in je zijkant. Ja, ik weet, maar ja, ze komen aan twee kanten, hè. 1520 heeft hier de topgun. Weer mis. Nah, ik ben kapot. Kom Belk of help en ik word er zo compleet uitgeschoten. Wat dol ben je nog man. Wauw. Wie? Ja, als je niet meer zoet of is. Ik weet niet of die genipt, hè? Ja, die dingen. Stof nog wel. Battle Ace. Is wel een player op de Base zit al gewoon in de finale. Dat hoort echt niet. Nee, tuurlijk hoor. Die horen dat helemaal niet. Nee, tuurlijk niet, ja. Ja, shield, dat zie je natuurlijk niet in randoms. Dat is wel vervelend. Ik waarom shield te close, zeg maar niet. Ja, nee, wat denk je nu? Ja, dat kunt je toch niet verwachten, Belk, van je randoms. Je nee, randoms die proberen het zelf wel. Ja, tuurlijk, maar ja, dat is omdat je een degelijke speler zet. Ja, dit is helemaal niks meer. Moet je kijken, alles staat hier wel. Ik kom meestal enkel maar voor dat doen. Maar ja. Ja. Dat was dus het afreageren. Ja, heel cool, hè? Nou. Lekker afgeregen. Dan gaan we op BT spelen. Gewoon IS 3, klaar. Teach 1 met 3. Ja, Teach 1. Met z'n 3 gewoon te inzien. Nee, ik stuk daarin, dus nee. Ik vind dat echt niet leuk. Ik vind dat is echt niet leuk, vind ik. Allemaal 500 of gewoon 500 IS 3 IS 3. Ik ga mezelf anders afreageren. Oké, 100 knom. Rob maar dan. Komt u maar. Dat kan ook leuk worden. 700 shell je reed en na 2500. Ik heb volgens mij sowieso op die Panzer 4, die Waffentrekker Panzer 4 nooit 150 mm gehad. En ik heb hem wel vrij gespeeld op de Waffentrekker E100 en ik heb hem ook nog geen enkele keer gebruikt. Ik heb hem vrij gespeeld op de ding. Hij is wel grappig. Ik heb geen idee waar ik heen moet gaan. Ik denk gewoon naar boven op E5, maar ik weet het niet al. Het is ook gewoon erg, hè. Dat we ook bijna gewonnen hadden trouwens, die andere. Duidelijk. Die laatste. Ja, ja, het was... We hadden ze echt wel kunnen hebben. Tuurlijk, maar ja. We stonden met z'n 3 tegen 2. Ja, maar ik was aan het denken dat ze misschien op de hill zouden zitten, dat was het probleem. Die 13-9 was zo vlug weg, hadden we eigenlijk gewoon een rond moeten pakken. Ja. En daarom ben pak je niet die kant van de rails. Ja, maar die, als ze nu die andere 1-2 lijn waren gaan zitten, dan hadden ze ons kapot gesneden. Ik had nooit een 1-2 lijn willen zitten. Hm? Ik heb nooit een 1-2 lijn willen zitten. Nee, maar als zij erop hadden gezeten. Ja. Ja, maar dan hadden ze je achteraf, joh. Dan hadden ze je niet weggesnijd, dan hadden ze wel die 1-2 lijn moeten rushen met 3 tanks. Nee, want als ze op die 1-2 lijn hadden gezet, dan zal die 13-9 op die Pershing laten spotten. Die opzicht 4-16 daar, die had ons gewoon kapot gesniped, hoor. Denk dat er bij andere teams wel zo is. Denk dat het niet hetzelfde is als bij ons. Wij hier, denk, daar wij, links, links, wij zit... links, links. Ja, jongen, ik moet hier ook omhoog. Oh, gaat jij nu omhoog gaan hier? Ja. Dat zeg ik net. Ja, wat doet je trouwens hier? Dat zie je toch? Rijden. Oh, dit gaat hier zo druk worden. Damage proberen te doen. Agressief zijn met 100 knop, dat is leuk. Oh. Oh, sorry voor de verf. Hey, mijn verf! Mijn lak! Wat die kerel schot? Oh, daar is de RTL. Oh, hallo meneer IS. Oehoe!
spot, dat is mooi. Net camera rating. Pak maar die SD. Oh, wat heeft u geraakt? Exact. Ik kan er moeilijk bij, man. Ik had echt een heel smal schok, maar. Oh, onderaan. Ik moet herladen. Dus ik ben aan het herladen. Ik had nog twee shells, maar ik had niet verwacht dat ze zo zouden pushen. Ik heb nog twee shells over. Nee, ik ben aan het herladen. Nog 30 seconden. Reloading. Dus nooit kunnen we evacueren naar beneden naar Welkom. Ja, maar het is hier druk zat, dus vandaar dat ik wel durfde te herladen. Ja, ik ben ook gewoon aan het herladen, ik blijf natuurlijk open. Als ik ben herladen, ben ik terug naar beneden, dan kan ik er gelijk twee meenemen met twee van die IS-3's. Jullie ook hierheen? Nee, iemand of niet? Toevallig. Het is nog wel aardig, snel erachteraan naar Welkom. Ik weet niet wat er van. What the fuck, hoe ben ik gespot? Daar is een. Ah, bounce. Fuck. Ik heb mijn gold shell laden. Voor die M1 en 3. Ja, denk ik echt alles, joh. Ik schiet twee tanks die one-shottables zijn en ze blijven allebei met een. Twee hitpoints of zo. Ah, het zit trouwens hier achter. Man, ik heb hier de depressie niet van. Van een kutpositie, ik had deze wel een beetje beter ingeschat, eerlijk gezegd. Er zit nog een tier 2 trouwens op B0 of het sniper daar ergens. Lol, bounce. Oh, wauw. Lol. Zit er gewoon een Leuven en een Tiger 2 er al twee achter te snipen daarachter, hoor. Strong. Ja, goed. Doodgegaan omdat je niet verwacht dat idioten daar zitten. Zeker net weg en dan gaan ze zeker wat doen. Leroy, pas op als het hier omkomt, hè, om die hoek komt. Stay where you are. Ja, die laatste twee gasten zitten daar op B0. Oh lol, oh, daar komt er eentje. Ja, ik hoor nog full HP en daar de hele tijd zo zitten snipen.
Oh. What the fucking updates? I can't pen an arty stupid old retard wargaming idiots. Lol. Die is boos. Hij gaat terugschieten hoor. Oh nee, ik heb het nu. Hi. Oh nee, ik heb een update. Weer een bounce. Oh man. Serieus, joh. Ja, jongens. Ik had niet verwacht dat die twee tanks daar zouden zitten, dus ik ga daar rustig die hoek om. En ik krijg altijd naar mijn kop geslingerd. Die ga ik wel kill stealen. Hi deze keer? Nee. Ik weet niet. Piet? Nee. Gewoon AP. APCR? Nee, gewoon. Die heb ik niet eens. Hef? Ja, Piet, die 15 centimeter. Ja. Godzijdank. Nee, heeft niet. Dat is alleen in de Engelse. Shit, dan zijn we de rollenspels door buiten heat zeker. Kut. Dat was ook weer een kut game. Helemaal niet, want je hebt geen AP gezegd. Hm? Je had geen AP gezegd. Jawel. Nee, alleen APCR. Oh. Ja, dan. Hey, 3.500 damage. Hey, we gaan nog een keertje. Fuck it. Yay, top tier. Mocht iets. Lijkt me een stad. Ik hoop echt dat die newbies ze zo hard inmaken, hè? Ja, maar dat vind ik ook wel. Ik kan al inbeelden hoe die Dark Angel daar nu ziet. Ja, maar, fucking arrogant. Mhm. Oh, kijk, zo hebben we gedaan. Sowieso, hij wordt allemaal ingemaakt door de Deadzone, jongen. Dat is ook dan weer zijn eigen teammaat, hè? Alsjeblieft, ja. Wel afgemaakt. In de Benelux, ja, maar in de Benelux, hè? Hè? Dat is in de Benelux, ja, maar. Ja. Ja, maar daar hoort daar. Zelfs Colt zegt van, hij is echt de slechtste bij ons. Mhm. Je snapt er echt geen ruk van. Hij zal nog ook niet in de battle hebben geluid, zoals Sefje wel weer zijn geweest. Jawel, nee, Dark Angel. Ik denk dat heel Dark Angel zijn leidingsplaats gaat opstaan. Dat was een echte goede tactiek, was het niet. Het was gewoon puur geluk dat ik aan de verkeerde kant stond. Ja. Godverdomme KB2, wat wilt je nu doen? Wilt je naar links rijden of wat? Ja, Pegge, vertraag dan in plaats van mij te blokken. Ja, hij doet het expres volgens mij, of niet? Wacht even, dan kan ik even aan de andere kant zitten. Ja, nee, hij moet maar dat vertragen. Dat is echt gewoon het kutte aan die fucking best of one, hè. Ze moeten toch oh, een best of ja, denk ik. Stronk. Nee, laat hem schieten. Laat ja, hem nee, schieten. Nee, maar we moeten er niet op terug gaan schieten. Nee, laat hem jou nog een keer schieten. Wordt hij blauw, dan kunnen we hem afknallen. Rem gewoon. Laat hem nog een keer schieten, doet hij wel. Ja, ik kan hij schiet nog niet voor beneden. Nee, laat ik hem staan, wel, joh, ja, maar ik band. Dat maakt mij niet uit, ik wil niet dat hem geband wordt. Ik wil godverdomme zelf een goede game in plaats van iemand anders laten bannen. Ja, jouw game die is nou al redelijk. Hij mikt op. Hij mikt nog steeds op jou hoor. Nou, laat lekker schieten. Als hij daar blauw wordt, dan knal we af. Ja, maar ik wil niet dat hem blauw wordt. Ik wil godverdomme zelf een goede game hebben, Leroy. Ja, daar kan jij niks aan doen. Dat valt nou hij hoor. Wat? Ik kan niet expres hem gaan blokken of zo hoor. Dat hey, zeg ik toch ook niet? Ja, maar hij is nog steeds op jou. Ja, maar nee, ik heb helemaal niet. Hij aimt nou nog steeds op jou. Ik heb mijn nieuwvloer gereport voor conduct. Ja. Hij is free, fuck you. Ik heb geen idee. Ja, niet gespot. Strong reverse side scrape. Ja, niet echt. Ik sta in een vrij slechte angle eigenlijk, maar nu is het al beter. Fuck. Ik ga van achter je langs hoor. Oh, ja, is goed. No time for shenanigans. Nou, ja, is goed, ik ga wel mee. Die juist als ik aan het draaien ben en mijn site laat zien, dan komen ze op waarschijnlijk. Holy fuck. Stil. Wat naar sidescrapen, gewoon een hoekje omschieten. Nou, maar komt weer. Pushen. Joep.
Ja, ik kom eraan! Oh, server lag, godverdomme. Ja, pak hem. Oh, en onze eigen zuur. Ik heb... Kijk, ziet je alle teamnummers dat ik deze game al heb genomen? Is dat allemaal van ons? Ja, inderdaad, onze SU splasht mij juist voor 537 damage. Hij is getrackt, die STI. Ja. Kan me niet meer schelen, man. Wot wil gewoon niet dat ik een goede game heb. Oh, en nu pak ik nog damage door hun hart hier erbij. Ja, mijn loader is natuurlijk naar de klote. Nou, deze is vandaag een van mijn slechtste dagen ooit. Ja. Echt waar. Maar die moet je er af en toe tussen hebben, dan kan je die daarna compenseren met een hele goede dag. Nou, ik compenseer liever helemaal niks. Boom. Waar is die KW2 ergens? Achter je. Mijn game is toch al naar de kloten, dus Dan ga je nou naar, hè? Ja, kom, kan er even iemand meekomen dan als hij blauw wordt misschien? Oh ja, ik aim al mee. Als hem niet blauw wordt, schiet. Hij zit nou ook op mij te aimen. En als hem niet blauw wordt, dan blijf je ook gewoon schieten, hè? Hmm. Als hij niet blauw wordt. Dan schiet je ook gewoon nog. We gaan hem team killen. Hallo! Hallo, schiet me maar! Schiet me maar! Hallo! 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 Ik ga hallo! Komen. Fuck it, we hebben deze game maar voor me. Schiet maar! Ik sta hier, schiet maar! Nee! Nee, je mocht er niet langs, schiet maar! Schiet maar. Nee, gaat je niet schieten? Gaat je niet schieten? Ah, dat is spijtig. Dat is heel spijtig. Kom op, schieten. Kom aan. Oh, nu ramt hij toch wel niet per ongeluk tegen een lijkje, zeker? Hallo, je mag absoluut niet beginnen schieten. Ah, kom aan, schiet op de borstig. Kom aan, doe het. Je kunt hem one-shotten, ik weet dat je het wilt. Ik weet dat je het wilt. Ik weet dat je het wilt. Doe het maar. Blijf achter staan. Ja, ik ga het proberen. Ja. Hij weet ook wel dat wij hem verband willen hebben. Tuurlijk. Hij kan me volgens mij niet eens raken, of wel? Hij kan nu wel raken. Ja, je moet hem niet meedouwen, hè? Ja, nee, maar ja, wat moet ik doen? Ik moet er toch bij blijven. Moet je tegenaan staan. Douw niet mee. Jawel. Als hij team doet, is al die damage dat je hebt genomen van teamnummers? Nee. Als hij die teamnummers doet met de remmen, telt dat ook mee, hè? Ja, maar daar, ik krijg geen teamnummers van hem. Dat heeft echt geen nut. Natuurlijk niet. Ah, ik vind het spijtig dat hij niet meer schiet. Zullen we hem op de laatste seconde afmaken? Nee. Jawel. Kom op, doen we dat? Nou, ik denk dat hij gaat schieten misschien. Jij de eerste, ik de tweede? Nee, ik schiet niet. Nee, ik ga geen team met mijn doen. Schiet! Nee, ik schiet niet. Nee, ik KV2. Hm? Hij weet wel precies hoeveel damage hij moet doen. Oh, wat een mongool, man. Ik snap ook niet waarom hij mijn godverdomme schiet in het begin daar, hè? Ik krijg gewoon rechtdoor, weet je, en hij komt ineens in mijn side beginnen te porren. Dus ik denk ik ga naar links, dan kan hem even een klein beetje snelheid verliezen en al beginnen te draaien. Goh, welke en dan gaat hij nog meer gedaan. Met links. Nou ja, goed, terwijl jullie met die KV2 bezig waren, ja. Ik denk ik zeg niks, ik ga mooi door. Ja, dat is goed, jongen, nee, doe maar. Goed, ik ga eten, jongens. Eten? Nu al? Ja. Nu al? Al? Pas? Ah, ik hoop echt dat Dark Angel gewoon 2-0 wordt ingemaakt. Fuck dat. Ze verdienen het gewoon. 2-0 gewoon. Oké. Ja, goed, ja.
Je hebt het niet in eigen ook hand. Ben. User joined your channel. Hallo. Hey, Tom. Ben je bezig? Nee, we hebben net al twee keer gefaald. Oké, ik heb nog op zoek naar een derde racer. Hoezo? Maar ik heb nog een derde nodig voor het peloton met racers. Ja, dat maakt niet uit. Is er nog mee te doen? Ja, dat maakt niet uit. Mag Robin niet daar naartoe komen, want ik zit hem in het platoon. Maar ja. Wat een kutdag is er echt vandaag, joh. Ach, dan kun je maar beter funround spelen als het echt zo kut is. Ja, joh, we hebben net serieus twee keer 3v3 gespeeld. Die van deze week en die van vorige week. En dat moest worden ingehaald. Twee keer gewoon eruit. Wauw. Gewoon de kwartfinale. Dat is gewoon de eerste echte ronde die we moesten spelen. Hebben twee keer dat gespeeld. Jee. Tegen Beest, hè. Tegen Sefje. Die fucking lukker, hè. Een kut RNG vandaag, gewoon weer echt niet weten. Ik ga gewoon racen en ik ga gewoon full gold schieten. Dat is iets. Ik zou niet full gold schieten, maar... Ja, eens opletten. Ik heb net een hoop potjes gedurpt met mijn RAM. Dat beurt ook wel op. User joined okay. Your channel. Ja, oké. Okay. Ik ben er. Invite Lord Leroy. Okay. Oh. Ja, kick die kerel even eruit. Ik weet trouwens niet voor hoe lang ben en ik moet straks nog even kijken voor die andere gast. Yay. Dat is een nieuwe voor het team. Ik ga Accelerate Crew uitzetten. Uitzetten? Ja, ik moet nog maar 5 battles, dus het is zo voorbij. Dan krijg ik straks die 50.000, het gaat allemaal naar mijn crew, ja. Het is toch de bedoeling? Maar ik wil free XP, want dat heb ik nauwelijks. Ja, maar... Met T73 crew zit in mijn Jeffy. Maar voor later, want ik heb... Oh ja, natuurlijk. Je kunt natuurlijk die crew omgooien naar een light crew van Amerikanen. Ja, en die heb ik sowieso wel. Die heb ik helaas niet meer. Ja, ik heb de T71. By the way, ik zat Quickie Baby's Racing Review te kijken. Ja. En dan gaat hij die tank dus analyseren of dat het een echte tank is. En is hij overgejumpt naar de andere kant. En dan gaat hij er gewoon op lopen en blijft hij stilstaan. Houdt er wel twee op, maar de rest van zijn team die durft uit door in het water te springen. Lol. Wat? Ja, ik weet het, ik heb het gezien. Eentje drowned en een Quickie andere... Baby zat dat dus te doen. En die zet hem dus op een... Van een random battle of zo. Nee? Laten we die gozers uitfocussen. Dat is vorige keer ook gelukt met een of andere random mensen. Oh ja, ik heb trouwens een of andere rare bug in één keer. Wat? Je het weet, hè? Ik heb een rare bug, ik kan helemaal niet meer slippen. Oh? Ik kan alleen maar gewoon met 90 alleen maar scherpe bochten maken. Dat is toch een voordeel? Ja. Geen idee dat het komt. Ik kan echt niet meer slippen. Oké, twee van hun zijn gecrashed. Die zijn er één gevallen? Nee, eentje bij ons op de baan. Oh, kut. Oh ja. Ik kan niet meer slippen, lol. Ja, hey. Niet voor me rijden. Sorry. Je moet maar eens kijken, Dob, hier bij deze. Kijk eens voor je, hier. Hier, ik ga deze even zien. Hier? Ik kan niet meer slippen. Oh, kut. Fucking vet eigenlijk. Ja, jongen. Ja, ik kan wel slippen, maar door jou slipte ik verkeerd. Hier,
Zie je? Ja, lol. Zo sick. Maar ze zijn er niet ingevallen. Ik draai dan wel een stuk slechter. Nou, we gaan gewoon mooi cappen, denk ik. Hier moet je gewoon even voor je aimen. En gewoon al die dingen kapot knallen. Hier is dat wel fijn, denk ik, zo niet slippen. Nee, man. Maar ik draai ook zwaar kut nu. Gewoon volgen. Er staat namelijk eentje te snipen. Oh nee, niet. Die is nou ook alweer naar beneden geflikkerd. Snipen kan volg, niet met dat volg, ding. Volg. Er is ook een glitch dat je in de waterpost kan komen, hè. Dan kan niemand je raken. Die heb ik ook al eens gelukt. Moet je aan de voorkant door die auto, moet je al op de post schieten. We hebben al gewonnen. Ja, weet ik, maar ik heb die anders. Sorry. Maar die tankauto kut. Voor de waterpost moet je kapot schieten en al heel hard inrijden. Dan kom je in de waterpost, kan niemand je raken. Welke? De waterpost. De hele grote, waar ik achter stond. Als je die auto kapot maakt van tevoren en je rijdt er heel hard in, dan kan je in de waterpost komen. Nice. Kun je er überhaupt ook nog iets doen of alleen maar cappen? Nee, alleen cappen. Beter. Dus als je in je eentje bent, over, tegen anderen, gewoon erin gaan. Weet je het ook niet, ik heb. Nee, even goed, ik vind maar het ze proberen dat wel. Ik niet kan slippen, want hij draait nou echt zwaar kut. Maar hoe bedoel je, ik kan niet slippen? Ja, zoals ik zeg, ik kan niet slippen. Hij draait scherpe bochten. Nou, hij kan scherp niet, niet. Ja, oké, okay, maar... Maar ik slip niet. Hoezo, waar heb je aangepast in zijn instelling dan? Heb je driftingen? Heb je drifting uitgezet? Nee, serieus niet, ik drift niet. Dat kan ik wel laten zien als ik langs kon rijden. Hier, let op deze bocht. Welcome back. Oh, ja. Oh, nou wel. Sorry, gozer. Oh, het gaat al wat beter. Zie je? Ik draai ook zwaar kut. Dit moet je eigenlijk gebruiken en dan meedoen vlug aan die dingen, weet je wel. Dat toernooi. En dan gewoon niet kunnen slippen. Het is ook echt zo dat je op battle drukt met die Chevy, dat je er direct in gaat, hè? Ja. Hier, achter ons. Focus in die op onze baan zit. Ja. Wat? Ik rijd door. Blijf rijden. Ik rijd door. Ik ben uitgelekt, denk ik. Doe ik nog wat? Nee, staat stil. Ja, ik ben uitgelekt waarschijnlijk. What the fuck? Oké, ik ben er weer. Kutbus, hè? Sorry, daar kan ik niks aan doen. Netjes. Ik ga nou van baan wisselen op. Ja? Oh, kut. Ja, want hij is gevallen. Hij is ook gevallen? Ja, hij is gevallen. Oh mooi, Robin achter jou. Kom, focus op die kerel. Deze hebben we gewoon nog. Ja, het ligt wel aardig ver voor.
Maar is er een manier waar je driften kunt tegengaan? Geen idee. Ik zou het echt niet weten. Wow, ik ga straks even van mijn internet verwisselen. Ja, we hebben hem. Wargaming. Oké, ik ga even van mijn internet verwisselen. Wargaming vraagt dat ik daar een nieuwe mag. Wat? Chaffee? Ja. Gaat echt nergens over. Ik wil wel kunnen driften, want ik draai nou ook zwak. Geen stuurbekracht niet meer, hebben ze gewoon stiekem eraf gehaald. Oh, ik had echt een monsterlijke ronde deze voor mij. Moet je dat zien? Ja, maar ik snap dat nu. Van die kerels die van baan springen weten tot ze gesandwiched zijn tussen drie mensen. Ben ik er al in? Ja. Dat is het. Ben ik weer. 1 uit 7 in ieder geval gewonnen. Oké, ik zit op 11 victories nou. Ik hoef nog maar 2. Jij zit op hetzelfde als mij ongeveer zitten, denk ik, hè, 11 victories. Ja, wel op, hè. Ik denk dat ik 20, 30 in zit. Maar die 2000 free XP, die krijg je gewoon op regulare free XP, of niet? Dat is mij niet. Nee, gewoon je normale XP op deze tank. Dus je kan hem ook voor de crew zetten, dat doe ik wel, want deze tank heb ik echt eigenlijk gewoon puur voor de crew. Ja, maar ja, deze tank verdwijnt ook zo meteen. Hè. Ja? Het heeft geen nut, waarschijnlijk. Ja. Alleen de crew blijft er. Als je hem in de barakken stopt, blijft hij. Als je hem erin laat zitten, dan verdwijnt de crew ook. Natuurlijk, maar dat is mijn ding. Ik crew iedereen zet met T37. Maar ze hebben 1 AFK. Dat is lekker. Hier, wat fuck? Ja, ik zie het. Gaat er weer weg. Woehoe! Dan drift ik wel, als ik gas loslaat, dan pas. Oh, die laatste van die komt er nou aan. Nou, ik ga wel van baan wisselen nou. Ik ben nou als laatste. Oké, ik ben niet van baan verwisseld. Bent vervallen? Nee, ik ben niet van baan verwisseld. Focus gewoon die eerste. Die eerste van hun is gecrashed. Oh wow. Ja, die oudste rijd ik altijd tegenaan op een of andere kut manier. Niet van baan verwisselen hier zo. Als het fout gaat, ben je fucked. Ben ik gek. We rijden één tank meer. Ik ga gewoon van baan wisselen. Dit ben ik geen nut, hè? Hij ook. Pak hem, maar pak hem gewoon met z'n tweeën. Ik pak die linkse. Ja, jongen, ik ben een full HP. Gewoon auto. Gewoon auto heen. Auto heen en blijf karren, Robin. Kom maar door.
Ik ging de watertank proberen te komen. Ik neem de Jan nog maar even mee. Fucking hell, man. Mislukt. Oh nee, wacht, ik zat er wel in. Ik had alleen iets verder moeten rijden. Kill ze gewoon, niet cappen. Killen. Ja. Oeps. Kom gewoon uit die cap, kom eruit. Zo, oh, is er maar één over? Ja. Ja, maar je moet ook cap points hebben. Ben ik gek. Ja, ik niet. Yo, ik wel. Shit. Sorry. Grrr. Ik ga in het water. Oh nee, net niet. Maar het kan dus wel. Je kan echt in die watertank komen. Ik zat er net bijna weer in. Boom. Ik hou ervan op dat laatste stukje dat ze noemt het springen. Wat? Ik ga straks weer proberen in de watertank te komen. Dat ze op dat laatste punt altijd proberen erin te springen. Noemt het of tot ze je proberen van baan te wisselen en tot ze inderdaad tussen twee van jouw tanks gaan rijden. Robin, gewoon auto-aim op die tank zetten en gewoon blijven karren. Mm-hmm. Ja, maar met rammen doe je veel meer damage. Noobies heeft gewonnen, 2-1 weliswaar, maar hè, hebben we wel gewonnen. Wie? De noobies. Ja, maar wie zijn die? De base heeft in ieder geval verloren, Belkov. Jee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 
team. Oh. 3-3 team van base. Net verloren van de newbies. Newbies zijn die drie van C-play, weet je wel. De Dead Zone, Nervex en de Killzone. Maar nou deed de Killzone niet mee en was die Dutch Royal mee. Maar ik ga je even Klemma spelen. Kijken of ze mensen nodig hebben. Oh, kun je zie ik nog. Dit wordt gaar, denk ik gewoon niet. Oeh. Kijk dan, hier, helemaal niet. Maar ja, jij komt wel heel mooi door die bocht heen. Ja, die wel, maar die andere bocht op de allerlaatste is wel weer kut. Godverdomme kutauto. Allee. Wat mislukt. Ik heb nog geen shot raakgeschoten. Wel niet? Ik al vier. Eerste. Maar het is kut insturen nou. Ja, je moet heel anders rijden waarschijnlijk. Ja, het insturen is zwak kut. Ik maak niet meer zo scherpe bochten. Bounce, bounce, bounce. Hoe ben jij nou weer hier gekomen? Ik? Ja. Gewoon? Je was toen net gevallen. Ja, maar dat duurt niet zo lang. Ja, blijkbaar niet, nee. Gewoon die voorste focus daar. Fucking hell, man. Deze bocht is dan wel weer kut, zie je? Ik ga, fuck it, ik ga gold schieten. Eruit gefocust denk ik nu.
Ga resetten, reset die dude. Nee, je moet die andere resetten, die andere moet je hebben. Jij pakt die ander. Robin. Oké, pak hem. Oh, een van hun is aan het snipen. Die is gevallen en die is aan het snipen gegaan. Oké, ik ga hem gewoon uitcappen. Nee, ik heb die cap points niet nodig, dus ga jij maar cappen, ja. Ook nog 2000 experience erbij. 18 gold er een shot. Wil jij even meedoen, Belkov? Nou, dat is ja goed. Je stuurt zo mijn invite. Ik ben net in een battle begonnen, dus ik ben al een paar minuutjes bezig. Aan de andere kant, ik vind die chess view races niet echt je van het hoor. Ik hoef nog 1 battle te winnen, jongens. Ik heb me voorgenomen, ik doe er 10 per dag, 10 victories per dag en dan stop ik ermee. In ieder geval, wacht, we hebben er een hele maand toch voor? Of niet? Sorry? We hebben er een hele maand toch voor, of niet? Ja, zoiets. Ik zal even kijken. Ik denk dat ik er 2 gewonnen heb in al die tijd. Oh, ik 49. Nee, je hebt tot 13 oktober. Dat is nog 11 dagen. Dus dat is er 6, 7 per dag, dat is 10 dagen. Oh, nee, niet. Tot 10 oktober. 11 oktober... 7 uur 9, dus ja, okay. Dat is ochtends. Ja. Dus... Ah ja, dat is van het weekend. Had ik ook nog eens 2 of 3 bijna van het weekend er gewoon even goed aan gaan zitten. Ik heb een hele middag eraan besteed en ik heb 30 wins gehad. Ja, kijk. Dat is simpel. Maar nog 1 battle en dan... Ben je er klaar mee? Ja, waarom? Dus wie wil nog joinen? Dat is Belkov zo meteen. Ja, met een minuut of 5. Ik ben net een battle begonnen. Ja. Ik heb jou voor steen 5 gestuurd. Mijn crew is 90. Ik heb al 8000 XP op de Chaffee Sport. En dan krijg ik er nog 50.000 bij straks. Dat is wel lekker. Ook nog 500.000 credits. 25.000 crew XP. Ik ga even roken zo terug. Nou, hoeft dan niet meer. Steffi heeft echt kut gespeeld in de finale.
Oh jongens, zijn we allemaal een keer stil? Ja. Ja, klote battle. God, alles gaat mis. Alle shells? Ja, alle shells gaan mis, ja. Ik heb af en toe heb je van die battles, ja. Ik heb alleen maar trickshots. Eén keertje raak geschoten. Potverdorie. 12 schoten, één keertje raak. Leuk. Niet bepaald. Ik ga even mijn rooster voor morgen kijken. Goh, nog een keer raak. Goh. 3-9 achter. Hey. Jongens, omdat ik jullie gisteren zo geplaagd heb met slechte filmpjes, heb ik hier nu vandaag twee leuke foto's. Robin, niet voorop klikken, voor jou. Nou! Niet op klikken, ja. Dat zijn stoute dingen. Hier, en ik wou dat ik... Zeker weten, hè. Klik dan de bovenstaande aan te zetten. Aan. Goedemorgen. Ik wou dat ik op die school zat toen ik 16 was. Dat is het laatste toen je 16 was. Of... Laatste link toen ik 16 was. Damn, kom maar ook. Waarom hebben wij niet van die leraar op school? Ja. En als je dan, als je een trio met zo'n Hey, die tractor. Dat is een John Deere, man. Ja, hè? Goedemorgen. Welke of zit die zo? Oké. Waar hebben ze het over? Al mijn shells gaan toch al mis. Misschien kan ik beter gewoon al tappen en kijken. Hey, kan je volgen naar mijn stream of niet? Ah, oh, nee, hè. Wat? Hij zit op zijn stream te kijken, of hè? Al die mensen die naar zitten kijken, die krijgen iets extra's. Tada! dit mens. Fucking dom. Ik denk dat ik nog maar tijd voor eentje, want dan heb ik zo meteen ook een Clan Wars. Kwart over 9 round-up. Ja, ik ben de eerste battle niet gekozen, maar we zijn voor de tweede battle andere mensen. Ja, ik bekijk eens even. Dan moet je wel winnen. Dat is stuur me een invite. Had ze jou gedaan, blijkbaar. Ik zie hem. Even iets van server wisselen. Oh. Ah, je zit op... Speel je op EU1 dan altijd? Ja, op een of andere manier heb ik op EU2 altijd heel veel packet los. Ja, maar... Jij zou op EU2 juist veel beter vinden, want die zit in Amsterdam, die server. Ze zitten allebei in Amsterdam, toch? Nee, in Duitsland. Eens in het Ruhrgebied. Oké, ik speel altijd het beste op EU1. Waar zit je, hè? Waar woon je? Boven Karspoel, het is in Noord-Holland. Noord-Holland, oh, naar de zee. Dan woon je echt heel vlak bij mij. Want waar woon jij? Oh, is dat een goeie teken? Spanbroek. Spanbroek of all places. Wat, sorry? Goeie teken, niet. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk. Yeah, let's go. Zandwerven zal je waarschijnlijk niet kennen. Wie? Zandwerven. Nee. Ken je wel Spanbroek dus, of niet? Ja, Spanbroek ken ik. Nou ja, daar woon ik dus nu, op dit moment. Maar ik ga verhuizen. Vlakbij dus. Ja. Oké, ik blijf een beetje achterin, ik ren niet als eerste weg. Ik wel. Kijk, als jij als eerste weg gaat, dan ga ik als derde weg. Dan gaan we tenminste niet in elkaar schotveld rijden. Three bounces. Hier, ik snap dat niet hoor. Je krijgt fucking goede stats door dat ding. Door die rally. Echt goed, elke als je wint, ik heb hier 6000 W8, nog een keer 6000 W8.
Maar die telt toch niet mee, die matches voor je W8? Oh, hij telt het bij mij bij mijn dingen, in-game ding wel mee. Ja, oké, okay, maar is dat nog eens een keer? Ja, maar die telt ik niet met het mee. Het is geen premium denk ik of iets. Aandelijk. Schot geraakt. Is wel een punt denk ik, misschien voor die. Dat was mijn crew 100%. Haha, hij valt. Kom maar een beetje achter jullie aan, jongens. De ronde overlammen. Oh, ik ga er achter deze gozer. Dopper zit er één achter ons. Ja, ik zit achter hem weer. Dadelijk zul je zien, hè. Dadelijk Messi zo. Ja, nee, dit ging veel beter, jongens. Laat maar, ik blijf hier wel. Hebben jullie met z'n tweeën zitten te focussen of niet? Ja, nu wel. Als jullie met z'n tweeën gewoon die lekker gaan focussen. Whoops. Ik heb dat toch wel nieuws bevatten. Oh. Fox Sports. Presentatrice. Maar even rijden, kerels. Hè? Ja, ik heb ze. Oh, nou ja, dan wil je wel rijden. Oh ja, ik ben wel bijna dood hoor, heren. Ja, maar je hebt pas nog een gun. Gewoon hun de schut geven. Ik ook altijd. Nee, ik bouwste het die gozer. Nee, ik heb hem. Hou hem daar. Oh, nice. Uit de cap. Nee joh. Hey. Oh. Hé? Wat is dit nou? Hier. Stop. Wat? Goh, ik heb een keer een potje gewonnen. Only with only advantages. Nou ja, ik heb mijn 50 bills gewonnen, jongens. Ben je sticht? En wat krijg je dan? Een premium dag. Een premium dag, een slot, 50.000 vrije. Nee, 50.000 XP op je tank. 500.000 credits. Goh, ik heb al hoeveel battle. Ik heb er wel 8 gewonnen, joh. Hey, ik kan mijn screw skill erbij. Zo. Ja, dat is die 50.000 die je erbij kunt gooien. Maar ik weet nog altijd niet wat voor crew skills ik erop wil gooien. Oh, ik heb, hoe heet het, meteen Brothers in Arms erop gepleurd. Nou, hetgene wat het is, die Brothers in Arms is leuk, maar als ik met mijn echte tank heb, wil ik eerst 6 cents hebben. Ja, maar dat heb ik nu al op 10%. Daarom zet ik mijn crew dus, hè, op van die maar daarom dingen. Blijf je gewoon nog dit even gezellig eens doorrijden, want het gaat hartstikke hard, zeker als hij battles dat doet. Wacht eventjes, maar als hij nou zijn missie heeft, hè, moet hij eigenlijk eruit en ik erin, ik heb hem niet. Zo, ik dacht dat ja, en doe je dat? Nee, joh, blijf lekker zitten. Maar ik dacht dat, ik heb toch zo'n tinklem was, dus dan komt er sowieso weer slot vrij. Ja joh, ik heb straks ook klaar, maar ik weet niet wanneer. Loopt hem niet. Deze is tegen dezelfde, er zit een battle, ik heb geen idee hoe dat gaat, het zal slecht gaan, zo mogelijk. Oh nee, wacht, meestal verneuk het pas battle en toner. Lol. Ja, dat is echt het kutte, dan heb je dus een hele avond voor niks zitten spelen. Ja, maar ik heb dus ook echt gisteren gewoon een hele avond zitten spelen en dan kon je weer land owner en dan verneuk je het en dan... Ja, ik niet, maar dan verneuk het, alles, weet je wel, rang, verneuk het. En dan ben je ook nog fucking je tank kwijt.
Oh ja, altijd geweldig, hè. Nou, we hebben echt wel een probleem, want we hebben elke avond hebben we 2-3 battles, dus wij raken echt mysterieus in de shit met tanks die we kwijtraken. We hebben volgens mij ook geen Conqueror Gun Carriers meer. Hey, anders kan je er nou maar zo dadelijk voor mij in, want ik ga hier naar dit rondje ga ik ermee stoppen. Ik ga een filmpje kijken. Oké. Okay. Ja. Jee, ik ben 0,10 seconden sneller met mijn reload geweest door die Brothers in Arms. Ja, ja. 0,10 op 2 seconden is best veel, hè. Daar verreken ik niet op 3 seconden. Oh, kut. We hebben er eentje op onze baan zitten. Nog één. Oh shit. Oké, we gaan gewoon deze kaart uitfocussen. Wat ding is het? Ben ze dat trouwens wel een IOU, hè? IOU? Is hij naar IU gegaan? Ja. Glenn of ESL team? Glenn. Shit, ik ben bijna dood, jongens. Wij hebben deze bijna. Hoe ver is die andere dood? Ja, 200. Ik ben one-shotable, zie ik nou. Oh, ik miste hem net. Ja, maar die heb jij zo ver op, gaan we gewoon doorkarren, gewoon doorkarren. Ik ga in de watertoren. Even een video kijken binnenkort. Kan niet, lock mislukt. Ach joh, gewonnen. Dat is alles waar het om draait. Ja. Victories. Victory is ours. Ja, dan spring ik eruit, jongens. Huh? Ik spring eruit. Ik ook. Ja. Dan zijn we normaal dat te schudden, maar ik denk het niet.